was zeer intens. Maar het goede nieuws is, ik heb al heel veel mensen gevonden. Kijk maar. Welkom allemaal bij Van Algemeen Nut. Welkom Rani. Dank je. Welkom Robert. Jullie zijn mijn eerste gasten in de zetel. Maar in het publiek zitten ook gasten. Want iedereen die hier vanavond is, is al eens op tv geweest. Goedenavond allemaal. Ik ben heel blij dat ik jullie teruggevonden heb. Al die mensen hebben stuk voor stuk op hun manier bijgedragen, meegewerkt aan de opdracht van de openbare omroep. Jullie trouwens ook. En die opdracht is informeren, opvoeden. En als er nog een beetje tijd over is, ook ontspannen. Oké. Ja. Het is echt zo. Voor de VRT is televisie maken een heel serieuze zaak. Om het met de woorden van een groot leider van de VRT te zeggen, televisie is... Geen modeverschijnsel. Geen dienst die verdacht kan worden van modieuze affiniteiten of allergieën. Maar een kredietwaardige, een geloofwaardige, een zelfstandige, een autonome, een onafhankelijke dienst aan het Vlaamse volk. Voilà, klare taal van de administrateur-generaal. Altijd een dienste van het Vlaamse volk. Ja. Dat is goed. Dat is zeker goed. Ja. En dat was ook het geval met Cindy. Cindy, goedenavond. Goedenavond. Cindy, jij kwam 21 jaar geleden op televisie. Dat klopt, ja. Ja. Als ik het goed begrepen heb, heb je het nog altijd moeilijk met het bekijken van die beelden, hè? Ik heb ze zelf nog nooit teruggezien. Echt niet. Je was het slachtoffer van een drama. Voor mij was het een beetje drama, ja. Ja, ja, het was... Het drama van Oostende was dat. En als er een, ja, als er een drama gebeurt, dan moet de VRT daarbij zijn. Het gebeurde in de vorige eeuw, in 1997. Cindy was toen 24. Het was in de vooravond van 1 september dat het nieuws ongeveer rond 16:30 binnenkwam op de nieuwsdienst van de VRT. En dan doet de openbare omroep wat hij moet doen, de burger informeren. Dat is opdracht nummer 1. Het concert van popster Michael Jackson op de renbaan van Oostende is afgelast. De tienduizenden Michael Jackson-fans hier bij de renbaan hadden zich deze dag wel anders voorgesteld. Sommigen zaten hier al sinds gisteravond te wachten om vooral niets van hun idool te missen. Maar om 16:30 valt het verdikt. Het concert gaat niet door. Ken je Michael Jackson, Robert? Ja, die rode. Ja, dus die rare Michael Jackson, die kwam niet, Cindy. Prinses Diana was overleden die ochtend, die nacht eigenlijk. Dus en dat nieuws heeft ons bereikt rond 6:00 's ochtends, want dus wij waren met een heleboel fans al aanwezig van de avond ervoor, dus eigenlijk van zaterdagavond al. En toen dachten wij onmiddellijk, oei, dat is niet zo goed, want Michael had wel een goede vriendschap met prinses Diana. Ja, want Michael Jackson was er echt kapot van. Volgens de concertpromotor is Michael Jackson overmand door verdriet. Sommige fans begrijpen de beslissing van Michael Jackson, maar anderen zullen zich voortaan ex-fan moeten noemen. Ik ben mijn vertrouwen in Michael kwijt. Immense teleurstelling natuurlijk, maar ook vooral veel woede op de organisatoren. Van kwart voor 11. Ik weet niet dat dat gebeurt, dus kunnen ze dat niet onmiddellijk zeggen. Ze laten ons hier in die plakkende zon staan wachten. En nu zeggen ze dat, juist voordat we normaal moeten binnen. Nu zeggen ze dat, dan komt er dan nog naar Michael, een net Michael misschien een beetje zwaaien. Dus voor het kort nog wat op te peppen en dan in één keer gaat het niet doen. Schandalig. Oei, Cindy, je was precies wel heel boos. Ja, inderdaad. Het zal ook wel wat de vermoeidheid geweest zijn, dus na een lange dag. Er was een fan die zijn vertrouwen in Michael Jackson kwijt was. Hoe zit dat bij jou? Ja, dat vond ik wat belachelijk om te zeggen. Ik denk dat het niet meer dan menselijk is dat iemand geraakt is door het overlijden van iemand. Dus ik vond dat geen abnormale beslissing. Bij mij was het vooral te doen om het feit dat ze ons zo laat hebben ingelicht dat het concert werd afgelast. Maar jij bent fan gebleven van Michael Jackson? Absoluut. Nog altijd, trouwens. Ah, dat is mooi. Kijk, Cindy, bedankt om terug te blikken op dat drama met de King of Pop, de Queen of Drama. Cindy, merci. Rani, jij kwam 4 jaar na het drama van Oostende op tv. Ik heb dat op cassette. Maar waar heb ik die cassette ook alweer gelaten? Hier. Ja. Was dat zeker 4 jaar na dat drama? Ja, 1993. Voor het drama dan, toch? Voor het drama. Was inderdaad voor... Ik moet nog leren rekenen. Sorry.
Robert, even voor de jonge kijkers. Een videocassette, wat is dat ook alweer? Iets dat ze achter een tijd in de vuilbak werpen. Ja, dat is waar. Zo, beste jongeren, een videocassette, iets wat je achter een tijd in de vuilbak werpt. Dit is een videocassette, ja, waar Morgen Maandag op staat. Het was een iconisch programma met, ja, Mark Uiterhoeven. Ja. En jij was daar te gast in. Mm-hmm. Ik lees even, hier staat een live babbel met een ongeboren kind. Ja. Dat was op 5 december 1993. Weet je dat, dat die op 8 maand, dan horen die al, hè? Ja, ja. Dat zegt ze. Die zal die al kennen. Mag ik zo eens met hem spreken, van man tot foetus zo? Als je niet kunt duiden, ja. Mag ik er eens aankomen? Ja. Jongen. Het is Uiterhoeven hier, hè. Hé. Hey. Slaapt. Ja. Jij was toen 23. Was ze wel vroeg bij. Ja, hè. Ik wou eigenlijk heel snel kinderen. Ik wou dat al van mijn, denk ik, 16, maar dat was iets te jong, ja, nog. Hè? Ik had ook nog geen geschikte donor gevonden toen. Ja. Hoe is het ondertussen met de foetus? Je slaapt nog altijd. Ja. Veel. Veel, ja. Ja, ja, ja. Ja, hij is serieus wat groter geworden. Hij is hier vanavond. Goedenavond, Bo. Goedenavond, Steven. Hallo. Dat was jij, hè? Dat was ik, ja. Ja. Rani is jouw moeder? Ja, dat klopt. Ja, dat is jouw zoon? Ja, ja, ja. Affirmatief. Kan je dat op een of andere manier bevestigen? Ja, ik denk dat je dat ook wel ziet, denk ik. Ja, het is een prachtige jongen. Dat mijn zoon is, hè. Absoluut. Zeker als hij lacht. We hebben identiek hetzelfde gebit. Serieus? Ja. En jullie om week wisselen jullie dan? Dat is wel bijzonder. Bo, had jij die beelden ooit al gezien? Nee, nog nooit. Het is de eerste keer. Ja, het is echt de eerste keer. Ja. Je was toen zwanger, maar je was toen in volle voorbereiding van de Droomfabriek. Ja, klopt. Ja, dat was eigenlijk zeer ongelukkige timing. Ja? Maar ja, ik ben eigenlijk nog altijd zo... Er komt wat er komt. Ik laat komen wat er komt. Ja. In dat geval was dat een kind. En dat kwam een beetje ongelukkig. Ja? Allee, het kwam... Hey, jongens. Nee, maar pas op. Ja, voilà, kerstmis voorbij. Ja. Nee, ik bedoel maar... Het was niet allemaal gepland. Zo van dan past, komt het goed uit met mijn agenda. Ja. Want een kind is eigenlijk, dat komt nooit op het juiste moment, denk ik. Nee. Hoe reageerde je werkgever? Want uiteindelijk, vroeger, waren bazen niet zo blij als vrouwelijke werknemers zwanger werden. Hè? Kwam dat nieuws goed aan? Jawel, ik ben toch met een... Een ei in mijn broek. Je bent wel een zoogdier, hè? Zeg maar. Ja, dat wel. Maar op het moment dat ik het nieuws moest gaan melden, zat ik toch met een ei. Ja. Ben ik bij mijn producer gegaan en heb gezegd... Ja, Tom, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ik zeg, ik ben zwanger. Oh, fantastisch. Ja, maar wacht. Ik moet bevallen als we eigenlijk juist beginnen met het nieuwe seizoen. En dat was van... Maar dat is fantastisch nieuws. Dat is uw droom die uitkomt. En we gaan dat integreren in het programma. Ze wilden dat absoluut laten zien, Bo. En dat is het moment dat jij nog eens op tv geweest bent. Oeh, Heb je dat ooit gezien? Nee, ook nog niet. Nee. Wel, het komt er eigenlijk op neer dat de BRT wil laten zien dat ze zo blij zijn dat Rani bevallen is, dat ze de grote middelen inzetten. Kijk maar eens mee. We zijn hier met ons twee. Ja, Rani is net bevallen van een prachtige zoon. Maar dat betekent wel dat wij geen medepresentatrice hebben, Bart. We kunnen eigenlijk... De techniek staat voor niets als je even volgt. Ja. Dames en heren, u kan ook kijken. Hier is een straalverbinding. En dat is een straalverbinding met de kraamkliniek van onze Rani. Als... Met Rani? Rani! Dag, Rani. Hoe gaat het? Ja? Het is een prachtige baby in ieder geval. Zeg, die heeft veel haar. Dat is Ziet er stralend uit in ieder geval. Maar, het is natuurlijk heel goed nieuws voor Rani, maar... Maar. Ja. Zo schattig, Bo. Schattig, hè? Ja. Hey, hoe oud was hij? Hij was 3 dagen oud. 3 dagen oud, ja. Ja, hoe voelde jij je? Want uiteindelijk, je kreeg heel Vlaanderen op kraambezoek. Ja. Dat was behoorlijk...
ja, zo hier, surrealistisch, precies. Van ja, 3 dagen bevallen. Ik ben met een keizersnede bevallen. Ja? Dus ik had zo 3 dagen liggen afzien. En dan, hallo, televisie, kwamen ze met kabels in de kamer. En ik dacht van, oh my god, waar heb ik nu ja tegen gezegd? Maar dan, ja, het moment dat het er was en ik zag dan Bart en Sabine, dan vond ik het wel magisch eigenlijk. Ik vond het wel fantastisch. En Bo, die had op dat moment natuurlijk weer honger. dat is ook nog altijd niet veranderd. Ja, maar ik veronderstel dat je nu zelfstandig eet. Ja, ondertussen wel. Nu, ja, je was er allemaal pas aan het bekomen en dan 3 weken later moest je al terug gaan werken. Ja, ja, weet je dat ja, ja. nog? Ik weet dat nog zeer goed, ja. Ja, want ja, zoals gezegd, keizersnede, dus dat is echt een operatie. En ik had nog echt een grote plakker op mijn buik liggen ja. toen ik al op de set stond. Maar dus 3 weken later sta je daar, backstage, met doorgesneden ja. spierscheuren, met doorgesneden buikspieren. Ik moet nog leren spreken, Robert. Heb je nou dat dan? Dus ja. Inderdaad. We zullen eens kijken. Dames en heren, Rari de Koning. Rari de Koning. Wel. En kijk eens hoe blij het publiek is met de geboorte van Bo. Ja, die hebben natuurlijk allemaal mee beleefd. Ja. Ja, kijk eens, de BRT is zo fier dat ze dit kunnen laten zien. Bo, ja, zeg. Ja. We zijn nu 24 jaar later. Ja. Hoe oud ben je nu? Ik ben net, ja, net 24 geworden. Hè. Slimme gast, hè? Ja, hè? Kijk. Ja. Doe je iets in de media? Of? Nee, absoluut niet. Nee. Ik doe master sportmanagement. En je wil dan later master sportmanager worden? Eigenlijk heb ik nog geen flauw idee wat ik later wil doen. Wanneer ben je dan uiteindelijk geboren? Welke dag was dat? 4 januari. 4 januari? Ja. En vandaag zijn we 4 januari. Ja. Maar jongens, het is dubbel feest. Proficiat aan Bo, proficiat mama. Hip, hip. Hoera! Bedankt om het belang van het moederschap te omarmen, VRT. En ook bedankt Bo en Rani. Ja. Tot zover het goede nieuws in verband met de BRT, want 46 jaar geleden kwam jij op tv, Robert. Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. De Vlaamse tv bestond 20 jaar. Maar veel reden om te vieren was er niet, Robert. Niks. Niks? Hoe komt het? De BRT, zij moest de bossen. Ja? En niemand anders. Ja, Robert, voor we naar jouw fragment kijken, heel even kaderen. De BRT was niet langer de enige zender waar we konden naar kijken. Ja. Robert, weet je nog, de eerste jaren had iedereen een tv-antenne op zijn dak waarmee je dan enkel BRT kon ontvangen. Misschien ook nog RTB en Brussel Frans. Maar dan, begin jaren 70, werd er in heel Vlaanderen een tv-kabel gelegd, waardoor in elke huiskamer voortaan meer zenders te bekijken vielen. Plots komen in Vlaanderen kijken naar onze buurlanden, bijvoorbeeld naar TF1, Antenne 2, CDF, ARD, ook naar Nederland 1, Nederland 2. En ondertussen verhuizen de BRT door het succes van de eerste jaren naar een groter gebouw aan de August Reijerslaan met veel verdiepingen en veel verschillende diensten. Het omroepcentrum is een gonzende bijenkorf, waar nijvere medewerkers hartstochtelijk werken, ten dienste van Kijkend Vlaanderen. Maar Kijkend Vlaanderen schakelt massaal over naar Nederland, omdat ze daar wel plezante ontspanningsprogramma's durven geven. Op 4 jaar tijd verdubbelt het aantal Vlamingen dat naar Nederland kijkt. Op Nederland zagen we spelprogramma's, shows, dingen om te lachen. En op BRT was het allemaal serieus. Ja, veel te serieus. Ja. Goed, het probleem was, iedereen was op een bepaald ogenblik tegen de BRT. Ze beseffen dat ze iets moeten doen en ze vragen het eigenlijk rechtstreeks aan de kijker, want ze zijn radeloos. Wat heb ik u misdreven? Wat heb ik u misdaan? Ja, dan. Ik ben een gewone Vlaamse tv-kijker. Zoals u en die daar en die daar en zoals die daar. En zoals ik. Ja, natuurlijk. En nu mogen wij, doodeenvoudige televisiekijkers, na 20 jaar eens eindelijk zeggen wat we op het hart hebben tegen de Vlaamse televisie. Voilà, dus eigenlijk, alsjeblieft, zeg het ons en red ons. Je hebt dat toen gezien, hè? Ja, ja. Ja, en jij hebt dan een brief geschreven.
Ah ja, van Hoornboog, kan dat zo niet blijven, hè? Nee, dat is waar. Maar ze zijn niet in dank opgenomen, hè? Nee? Nee, ik weer lelijk bezien, hoe gaan er worden. Maar je hebt een brief gestuurd, maar de BRT werd overspoeld met brieven van boze kijkers. Het was indrukwekkend. Al die brieven zijn bewaard in het papieren archief en ik mocht die voor één keertje eruit halen. Kijk, dit zijn dus honderden en honderden brieven van boze kijkers. Even voor jonge kijkers. Een brief, dat is eigenlijk een e-mail die je in een envelop stopt met een postzegel. Ja. Het is waar, hè? Het is waar, ja. Het enige verschil is, je kan niemand in cc zetten. Nee, moeilijk. Kijk, al die brieven. En hier, jouw brief zat er ook bij. Dus dat is jouw brief, Robert. Ja. Och, allee, zeg. Die jij 46 jaar geleden geschreven hebt. Getipt? Ben je de kosket niet tippen. Ah. Ik heb het geschreven, maar mijn dochter is getipt. Ah. Ah, oké, okay, want ja, het is mooi. Het is eigenlijk mooi getipt. Ja. Dus je schrijft hier... Door het feit dat je zulk schoon reclampje op kritiek te bekomen uitgezonden hebt, neem ik dan ook de gelegenheid te baat om eens mijn opgekropt haar te luchten. Oei, was het zo opgekropt? Ja, ja, dat was al zo. Ja. Ja, misschien, Rani, misschien moet je eens iets voorlezen. Want Robert had behoorlijk wat kritiek op programma's. Dus dat is allemaal van Robert hier? Allemaal van Robert. Ja. Als er nog eens gezongen wordt, dan is dat door een... Door een baardaap. Liefst slordig gekleed die hoognodig naar de kapper moet. Ze brullen dan iets in het Engels dat ze waarschijnlijk zelf niet verstaan. Vanaf nu af aan zou ik willen dat ze behoorlijk gekleed, geschoren en gekamd zijn. Ofwel niet op tv. Ja. Ja. Dus je had iets tegen slordige baardapen? Just. Ja. Was dat zo, ja? Was dat zo, ja? Hij zelf had op televisie niet gekeken. Ik was toen nog niet geboren. Ja, die film is lopen, Tom. Ik ben 40 en jij bent... 88. 88, ja. Dus ik denk, we schelen wel een paar jaar. Ja, ja. Politici kwamen toen ook al graag op televisie en daarover had je ook iets te zeggen. Ja. Foei. Het zijn echte avondbedervers. Als ze zo graag op de tv komen dat ze een privétoestel kopen om thuis te spelen zullen, ze tergen ons al genoeg. Het is precies dat het allemaal politiekers zijn die aan de BRT werken. Bach. Ja, Robert is West-Vlaams. Hij bedoelt natuurlijk ja. Bach. Bach. Ja, ja, ja. Bach. Johan Sebastian ja. Bach. Bach. Ja. Dat is nog altijd niet veranderd, hè, jong. Maar, ja. Maar nu is het de zondagmorgen. Hè? Ja, en dan besluit hij zijn brief met... Ja, ik heb nog veel, zeer veel kritiek op al de programma's. Maar dat is voor een volgende keer. Want ik heb vandaag een zware dag gehad. En ik ben moe van het werken en het zwoegen. Ik had deze avond tijd, omdat het toch maar flauw was op tv. Amai. Amai, Robert. Dus je werkte ook op zaterdag. Wat deed je van werk? Vloerlegger. Ja, je was vloerder. Daar ben ik gaan daar iets over vertalen, hè. Ja? Weet je wel dat ik de zondag niet naar de mis moet gaan? Nee? Nee, ik ging met de baster met de benen. Hij zegt, ze je nu zot of zot zeggen? Hij zei, je bent vloerlegger, je zit heel de week op je knieën. En dan ga je nog de zondag op je knieën. Even terug naar 1973. Het zat u duidelijk zeer hoog. De BRT nam die kritiek zeer ernstig. En op 9 december 1973 worden al die boze briefschrijvers uitgenodigd. Weet je dat nog? Ja, ja. In het cultureel centrum van Stroombeek-Bever was dat. Om daar hun geld te spuwen over de Vlaamse televisie. De BRT ging... Ja, in zendertherapie. De BRT-bazen zaten op het podium. We kennen daar toenmalig tv-directeur Nick Bal. Daarnaast tv-kok John Bulting. En naast hem zit Karel Hemmerichs. Dat is de papa van Christine Hemmerichs. En de toenmalige baas van het journaal.
Ja, het was een soort volkstribunaal. En dat was het woord aan de misnoegde kijkers. Soms als een bepaalde uitzending als wielrennen langer geduurd heeft of als er voetbal uitgezonden wordt op een woensdagavond, dan vallen er altijd een paar programma's weg. Een klein kind van 6-7 jaar begrijpt niet waarom Fabeltjeskrant moet wegvallen. Ik ben namelijk van mening dat de Vlaamse televisie op een bedroevende manier te weinig belangstelt in onze Vlaamse showbusiness. Waarom er zo weinig Oost- en West-Vlamingen in dit programma worden opgenomen? Weinig, zeg ik. Het gaat nu over de bekende Vlamingen. Die bekende Vlamingen, daar kennen we nooit niemand die van. Die filmen, want dat heeft er misschien niks mee te maken, dat is ook ontspanning. Nee, zo over de filmen. Ja, die van over het IJzeren Gordijn. Krijg je die voor niet? We krijgen daar geld voor bij. Uiteindelijk toch chapeau van de BRT dat ze zich zo kwetsbaar opstelden, hè, Robert? Ja. Dan was het aan jou. Was je toen zenuwachtig? Echt volledig. Nee, bekoord word ik. Je was kwaad, ja. Nog altijd. Ja, ze hebben me gepakt voor zo'n beetje het laatste te zeggen, omdat ik toch niet veel te zeggen had. Ja. Maar ik moest dus morgens om 5 uur dan weer op, weer voor vloer te gaan leggen. Ah ja. En die boos kost ook niet wachten. Ah, godverdomme, ze bleven maar zo gaan en zien dat ze nog gaan. Ik word nog van gedacht om mijn boeltje te pakken en weg te gaan. Is dat? Dat was dan mijn tour. Ja. Dan werd ik me al uitgespogen. Ja, dat was duidelijk. Dat was het ineens aan de werkmens. Je stond echt heel scherp. Om dat Holland niet kunnen pakken, hè. Kijk ik zo iedere avond, iedere zondagavond. Naar Rissel. Naar Rissel. Naar Rissel. Ze filmpjes al ondertussen keren gezien en wat ze altijd dezelfde doen, maken koeien dat ze te graag doen. Ze trekt het niks. Weet je wat hij moet doen? Dat heb ik je gezegd. Ga je geen goed filmpje meer gegeven, hè? Ga je niet meer in voorhoud deed? En als ze te ver versleten zijn voor ze nog goed te zijn? Schakelt over op Holland. Pak het programma over van Holland. Je gaat er ons een groot plezier mee doen. Ja. Nu, je had nog niet gedaan, want er waren in die tijd ook op zaterdag politiereeksen, zoals Mannix. Ja. Daar was je ook niet echt tevreden mee, hè? Nee. Nee, daar had je duidelijk ook een paar zaken over te zeggen. Je hebt nog een paar zaken te zeggen. Oh ja, van die politiefilm, ja. Ah, wel, dat is iedere zaterdagavond, hè. Dat is als met de moord naar ons bedden zijn, hè. Dat is de zaterdagavond, hè? Ja, dat is waar. Heb je geen krachtig programma kunt doen? De zaterdagavond, maar zeg ik de hele dag hard gewerkt, want ik werk de zaterdag ook, zeg meneer. Kom dan dus, en wat kreeg ik? Voor de zeer een moord. Oh, garme Robert. Je had ook kritiek op het soort mensen dat mochten meedoen aan tv-quizzen. Ze zijn altijd onderwijzers, notarissen, ingenieurs. Het is als altijd een programma dat zwaar gemaakt is omdat gewoon werkvolk niet zo kan meedoen. Het is precies dat de BRT vies is van het werkvolk. Dat is woens, hè? Kijk ik nog nooit horen zeggen, hè? Kijk ik nog nooit horen zeggen. Ah, meneer is een fabrieksarbeider. Meneer is een metser of meneer is een karleur, dat hoor je niet. Ze kunnen dat programma aanpassen. Dat werkvolk ook kan meedoen. Nu zal ik u hier onderbreken, omdat het onderwerp al aangesneden is en het zal straks nog verder beantwoord worden. Ja, maar ja, dat is toch ook... Wil ik toch ook iets zeggen? Ja, ja, je was duidelijk nog altijd niet uitgepraat, want je ging nog verder. Je kijkt ook niet graag naar Ten Huize Van. Zo'n programma waarin bekende Vlamingen hun huis tonen. Van die man op de televisie komt, dat is altijd voor een ruis te tonen. Gewoon een schilderij, gewoon een opnaard. Gewoon te paraderen met een wereld. Waar of niet? Aha. Maar een werkman kan tegenwoordig ook paraderen, hè, dat ze maar een keer binnenkomen. Dat kan ook veel tonen, hè.
De tijd is van voorbij van meneer Allier en meneer Adol. Het werkvolk is nu tegenwoordig gelijk met ogen pieten. En Robert van Torre had gesproken. Amai, straf, hè, Robert. En je was nog kluchtig ook. Ja, dat moet. Je combineert dat, hè. Ja. Hebben ze iets met die kritiek gedaan? Niks. Niks? Wat heb je? Had dat ik gedaan om mijn klap mee? We zijn direct over iets anders bij hen. Het is toch weer een bij zeven. Over andere. Wat we er alles hebben gepakt, hebben ze het afgestapt. Van het moest het zonder als weer mijn kloot geloof erin. Nu, Robert, hoe dat je draait of keert, je hebt echt indruk gemaakt. Jij hebt er uiteindelijk voor gezorgd dat de werkmens, de gewone man, toch op televisie mocht komen. Want de jaren nadien kregen we ineens gewone mensen te zien in programma's zoals Echo, Man met Hond, iedereen beroemd. Ook in tv-quiz waren er plots gewone mensen in blokken. Temptation Island. Nog nooit één advocaat of notaris gezien in Temptation Island. Nee. Dus waar, hè? Jij hebt die poort opengezet, Robert. Ja. Hele huis. Ja, merci daarvoor. Bravo, echt waar. Ja. En om u te bedanken, Robert, zou de VRT eigenlijk graag iets terugdoen. We weten dat je op zaterdagavond niet graag met een moord gaat slapen. Eens kijken wat er nu zaterdagavond op één geprogrammeerd staat. Er is altijd een film op zaterdagavond. Ah, hier. Mission Impossible, Rogue Nation. Ken je die film? Nog nooit van gehoord. Nog van gehoord. Ik heb ze geteld, er zitten 36 moorden in. 36? 36. Dat zijn er 36 te veel, hè? Maar ze met de rest te laten. Nee, maar we willen toch iets terugdoen, dus hebben we even overlegd met de VRT-directie. Eén wil kijker Robert van Torre bedanken voor zijn eerlijke kritiek in 1973. Speciaal voor Robert tonen we een andere film op zaterdagavond 6 januari. We vervangen het bloederige Mission Impossible Rock Nation door Finding Neverland, een romantisch drama waarin gegarandeerd geen enkele moord te zien is. Geniet ervan, Robert. Voilà, Robert, voor u. Allee, vooruit. Ja. Robert, ik heb een nummer teruggevonden, een Vlaams nummer in het archief van de VRT. Echt een muzikale parel. Het heet Zeveren kek kek kek. Ken je dat? Nee. Nee? Pas op, Robert, want er zit een baardaap in. Ja. Kak, 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 mijn tweedak. Wat zei het nou? Kak, 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 mijn tweedak. Ik verstaan hem niet. Dat zijn de Gantwerprappers. Maar dat is een ander liedje. Ah, ja. Heel de familie, tante Jean met dikke billen. Een koloskaar, met van Jean, heel de zwerf is om de taal. Zagen ook van de bouquet, want ons boempaal was u mee. En die nou zo begint te roepen, kak, kak, kak. Oh, echt, ik vind dat schitterend. Zieveren, super. Kijk, kijk. Super. Ronnie, jij was die baardtaap, hè? Ja. Ja, Antwerpenaar. Dat was jij samen met Roland Verloven. Roland Verloven. Ja, ja. Ah. Maar die kon er vanavond niet bij zijn, want... Ja, die is spijtig genoeg een maand of twee geleden overleden. Ja. Roland Verloven was trouwens iconische muziekproducer. Ja. Die heeft onder meer de Marie-Louise geschreven, Anne van Clouseau geproduced, Diep van Get Ready, De Zotte Morgen. Fenomenale parcours dat die man heeft afgelegd. Ik vind het echt een fantastisch nummer. Toen ik het voor het eerst hoorde, Ronnie, zat het 3 dagen in mijn hoofd. En wat ik me afvraag, die kijk, 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 nu tweedijker. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is eigenlijk een Gentse volkse manier. Ah, oh, dat weet je, kan ik. Kijk, kijk, nu tweedijker. Ja. 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 Je kent het. Dus een Gentse uitdrukking? Ja, een manier om van een ongewenste gesprekspartner vanaf te komen. Dus bijvoorbeeld twee mensen zijn aan het praten en die ene die denkt, amai, wat een zieverij. En dan zegt hij plots, kijk, kijk, kijk naar het wierdakken. En die andere die kijkt en de eerste is verdwenen. Geniaal systeem.
Het is mijn persoonlijke overtuiging dat dit nummer eigenlijk thuis hoort in de top 100 aller tijden. Daarom wou ik heel graag dit nummer een tweede leven geven. Ja. En dat mocht hij, Ronnie? Ah, tuurlijk. Daarom trok ik daarnet rond 6 uur naar Studio Brussel om hulp te vragen aan Eva de Roo en Vincent Bilot. Die presenteren samen het avondblok op Stubru. De Roo en Bilot. Vlieg me zin. Kijk, mijn tweedekker. Oh, mama, dat is een ander liedje. Ah, wat ja. Steve, je bent hier omdat je onze hulp hebt ingeroepen. Je vroeg ons of wij niemand kende die dat nummer in een hip nieuw jasje zou kunnen steken. Wel, toeval wil dat wij hier een resident remixer hebben op Studio Brussel. DJ Jolotanker. De beste DJ ooit. Dag DJ Jolotanker. Goedenavond, Eva. Wat vond je ervan? Prachtig, hè? Ja. Dat is een doodzonde dat tegenwoordig niet meer op de radio komt, inderdaad. Ja, oké. Okay. En heb je er iets van kunnen maken, denk je? Ah, wel, ik denk het wel. Het is een beetje harder, een beetje sneller, maar vooral meer 21ste eeuw. Ik denk dat de kids er zot van kunnen zijn. Ja, Ronnie, ze lieten daarnet in primeur de remix los op de luisteraar van Studio Brussel. Maar wij gaan er straks op het einde van de uitzending naar luisteren. Goed? Oké. Okay. We gaan er straks op dansen, hè, Robert? Zou je dat pijzen? Ja. Zo'n zeteldansen? Ja. Ja? Dat kan gebeuren met een glazetje bier of zo. Ah, ja. Voilà, ja. We gaan ervoor zorgen. Ja. De openbare omroep die zendt al 65 jaar lang uit. En in die lange periode zijn er al ongelooflijk veel mensen op televisie geweest. En soms zit daar eens iemand tussen die je kent, een bekend gezicht, die je dan ziet op een plek waar je totaal niet verwacht. Zoals bij dit fragment dat 31 jaar geleden uitgezonden is. Als wij wapens mee hebben, wij hebben niet veel wapens mee. Maar die mannen van Anderlecht en Antwerpen hebben meer wapens mee dan wij, in Brugge. Maar als wij op verplaatsing gaan, zijn we met een groot aantal en we zijn allemaal vrienden onder elkaar. Robert, herken jij hier iemand? Een bekend gezicht? Nee? Rani? Ja, er is daar een gezicht dat mij iets zegt, maar ik weet niet van waar eigenlijk. Ja. Die mensen zien hier vanavond. Goedenavond, Stefan. Och. Goedenavond. Hallo. Stefan, dat was jij, hè? Ja. Dat was ik, ja. En het is ook voor het eerst in 30 jaar dat ik dat terugzie. Serieus? Echt waar. Maar wacht, ik haal u even naar hier. Okay. Stefan, we kennen jou als Porza-journalist. Ja. Maar je bent dus ook supporter van Club Brugge. Sinds mijn 6e. Dat is al lang. Ja, dat is zo. Ja, mijn vader heeft mij ooit meegenomen naar Club Brugge toen ik heel jong was. En zo gebeurt het wel vaker bij voetbalsupporters, dat je dan je ploeg van je hart vindt, zeker. Dus dat is zo, ja. En bij jou zit Club Brugge echt in je hart? Toen was het wel heel fanatiek. Op dat moment, ik was toen student, voor alle duidelijkheid. Ja. Ik wist begot nog niet dat ik ooit voor de VRT zou gaan werken. Ja. Hoe oud was je toen? Ik was toen 20, denk ik, ergens. 20, ja. Zoiets. Ik ben nu 50, ja, een beetje rekenen. Maar dat is dus een heel eind geleden. Ja. Maar fanatiek is er nu natuurlijk wel af. Ja. Zoals ik zei, ja, je bent supporter voor een club en dat blijf je voor je leven. Je hebt het fragment nog nooit gezien? Toen, in dat jaar, ik dacht dat dat een reportage voor Panorama was. Het was voor Extra Time? Voor Extra Time, ja. En dat ging toen over hooliganisme, dacht ik. En ook Antwerp, Anderlecht, Club Brugge. Klopt. Laat ons eens kijken. Het komt inderdaad uit een reportage van Extra Time, 1987, waarin Alain Konings zich iets afvraagt. Hoe ver staat het met het voetbalvandalisme in België bijna 2 jaar na het Heyseldrama? In de reportage worden spionkoppen doorgelicht van onder meer Standaar, Anderlecht, Antwerpen, die hebben een bijzondere speltactiek. Er zijn wel verschillende jongens die een pillen drinken, pakken en daarop drinken om agressief te worden. Terecht. We kunnen dat wel laten doen. We gaan het toch niet laten doen, hè? Ja, en de Brugse East Side, die al van 78 bestaat, laat zijn beste spreker aan het woord. De kop is zo. We komen hier, misschien we zien ons motten, één keer in een week of 2 weken. Hè? En we komen akkoord één aan mijn zielkorn, drink puntje. Zie je? Ja. Ik was toen ook een student en ja, ik moet zeggen, ik dronk nogal wel eens een pintje. Ja? Ik kon nogal goed een pintje drinken. Ja? En ik moet zeggen, dat waren echt wel beruchte namiddagen. Dus dat was van enkele uren voor de wedstrijd en dan nog wat tijd. En dan nog erna, dat was zeker denk ik na de wedstrijd, denk ik. En ja, ik hoop het eigenlijk, als ik dat toch al na de wedstrijd was. Ja. Ik hoop het ook. We zien jou in een reportage over hooligans. Maar was jij een hooligan, Sloeber?
Ja, nee, ik was vooral, laten we zeggen, een fanatieke supporter die overal meeging. En dat was, want dat wil ik wel benadrukken, dat is echt iets... Ik heb er enorm veel vrienden aan overgehouden. Dus dat is, die vriendschap, die kameraadschap is enorm. En het is een beetje het stand your ground-principe van... Ja, dus als die zouden dichterbij komen... Maar het heeft een negatieve bijklank. Ik ben ook nog meegeweest met de supporterstrein bijvoorbeeld. Want je, ik zie het al, je polst naar een voorbeeldje waarschijnlijk. Oh, nee. Helemaal. Het verschil is, ik ben geen sportjournalist. Nee, dus, Ja. Laat toch zeggen, dat was zo'n beetje een kick, adrenaline gevoel, zeker zo'n beetje. Ja, dat, ja, ik kan het moeilijk uitleggen soms hoe het zit, maar ik zou het direct opnieuw doen. Misschien was dat wel het begin, hè? Misschien ja. had ik die camera gezien en dacht ik van... Ja. Dat moet ik misschien aan de andere kant gaan staan, wie weet ik. Hè? Het zou kunnen, want je dictie zat toen ook al zeer goed. Misschien zien we ons moeten één keer in een week of twee weken. Hè? En we komen akkoord één aan mijn zielakkoord, we drinken een puntje. Robert, jij bent een streekgenoot, hè? Ja, dat zal wel. Heb jij het verstaan? Nee, hè? Nee, ook niet. Het was eigenlijk niet simpel voor jou, want enerzijds ben je supporter van Club Brugge in hart en nieren en anderzijds ben je ook sportjournalist in hart en nieren. Niet gemakkelijk voor hart en nieren. Nee, ik ben... onlangs moest ik werken tijdens Club Brugge Anderlecht bijvoorbeeld. Ja. En ik weet niet of je nog die uitslag herinnert. Ja. Dat was 5-0, dus historisch. En dat is dan wel een beetje... Je leeft er natuurlijk in mee. Dat wel, je kan dat niet wegsteken, je bent Club Brugge supporter. Maar ik mag op één ding trots zijn. In al die jaren ben ik altijd objectief journalist geweest. En ben ik zelfs soms nog iets te streng dan voor Club Brugge. Soms wat eigenlijk ook niet zou mogen. Dus dat betrap ik me wel eens op. Omdat ik ook niet... zou willen dat mensen zouden gaan denken van... ja, maar ja, dat is een Club Brugge supporter of zoiets. Dus aan mij zullen ze dat nooit horen. Hoe lang ben je al journalist? Dat zal nu fulltime toch al 20 jaar zijn, ja. 20 jaar? Dus al 20 jaar moet jij die liefde voor Club Brugge onderdrukken als je aan het werk bent? Ja, toch een beetje. Ja. Ik ben geen supporter, dus ik ken dat gevoel niet. Maar dat gevoel gaat altijd diep, hè? Dat gaat heel diep, hè? Ja. Bedoel je daarmee? Nee. Gewoon om te illustreren hoe diep dat gaat, zou ik dat eens willen testen met iets. Dat is een sjaal van een andere ploeg. Zou je die even willen aandoen? Nee. Dat is nu... Echt niet? Maar met alle respect voor de andere supporters, maar dat is eigenlijk een code. Ja, oké. Okay. En Club Brugge supporter draagt zelfs niks paars. En nu kwekkend, en nu zie je hoe diep dat gaat, hè, die liefde. Hij draagt nooit paars. Nee. Nooit een paars onderbroek? Nee, niks. Nee. Dat is ongelooflijk, hè, Robert? Ja. Dus hij doet dat niet aan, omdat dat van een ander ploeg is? Ik zou nog al zo zijn. Ja? Stefan, jouw objectiviteit is indrukwekkend. En dat gecombineerd met jouw hart voor Club Brugge. En ik heb wat dat betreft een cadeautje voor jou. Kijk, je moet als sportjournalist altijd objectief zijn, neutraal. Dat is jouw werk bij de openbare omroep. Maar om toch te zorgen dat dat supportershart kan kloppen, heb ik deze slip voor jou. Die je dan kan aandoen. Kijk, en op de achterkant staat Blubberbaan. En die kan je dan aandoen als je dan presenteert op Sporza. En wij weten van niks als je dat aandraagt. Voilà. Ja, ik vind het fantastisch. Voilà, bedankt, Stefan. Dank je. Stefan, ik ben blij dat ik jou gevonden heb. Heel veel mensen die op tv geweest zijn, vind ik niet terug. Sommigen blijven spoorloos. Ik ben bijvoorbeeld dringend nog op zoek naar deze jonge man uit het Genkse, die te zien was in het programma Terloops. Gevoelige kijkers, pas op, want het zijn gevoelige beelden. Graag uw aandacht voor volgend bericht. Deze jonge man werd op 9 oktober 1976 gesignaleerd tijdens een heelkundige ingreep van het type besnijdenis. Op het ogenblik van de feiten bevond hij zich te midden van de voltallige Turkse gemeenschap van Genk en genoot na afloop zichtbaar van een deugddoende sigaret. Herkent u de jongeman of was het uw besnijdenis? Gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren. Ja, ik zou die jongen die ondertussen 48 moet zijn heel graag hier in de zetel uitnodigen. Dus laat ons iets weten via de Facebookpagina van 1 of via onze Facebookpagina of Instagram. We nemen elke tip ernstig, dus nu al grote dank voor uw medewerking. Jos, hallo. Hallo, Steven. Hey Jos, jij bent ook ooit op tv geweest, hè? Jawel. Ja, dat was 24 jaar geleden en
Laat ons zeggen dat de beelden nogal direct binnenkwamen in de huiskamers. Misschien moeten we eerst even horen hoe het klonk voor we naar de beelden kijken. Hebben jullie enig idee waarmee Jos op televisie geweest is? Nee. Robert? Nee? Nog niet weten? Stefan? Nee. Laat ons eens even naar de beelden kijken. Dat gaat makkelijker. Wat denk je dat die mensen hier aan het doen zijn? Dat zijn ook supporters van rivaliserende clubs. Nee. Nee, geen idee. Kussen zelfvertrouwen of zo? Nee, dat is het niet. Jos, het was in een ernstig duidingsprogramma, Panorama. Mm-hmm. Was dat. En in dat programma werd eigenlijk een maatschappelijk probleem belicht. Juist, ja. Klopt, ja, hè? Ja. Een groot probleem in 1994. Het probleem wordt heel goed benoemd door Paul Muis, die de reportage inleidde. De emancipatie van de vrouw heeft, zo schijnt het, nogal wat mannen in verwarring gebracht. Van die arme mannen wordt blijkbaar verwacht dat ze stoer zijn, gezag hebben, wilskracht, maar tegelijk hoort die moderne man nu mee in te staan voor de gezinstaken die tot voor enkele decennia het privédomein van de vrouw waren. Hij moet, zoals zachte wetenschappers dat zeggen, leren omgaan met nieuwe modellen, zowel op het werk als in zijn relatie met de moderne, zelfbewuste vrouw. Het gevolg laat zich raden. In praatgroepen of tijdens mannenweken bezinnen heel wat mannen zich over hun man zijn. Ja, Jos. Dus de man was eigenlijk de weg kwijt in 1994 door de geëmancipeerde vrouw, als ik het goed begrepen heb. Ja, de mannen wisten niet meer hoe zit dat nou. Ik moet sterk zijn, ik moet voelen, ik moet inleven, ik moet op mezelf staan, ik moet voor mezelf staan. Hoe doe je dat? Mm-hmm. Laat ons misschien eerst even kijken, voor we verder praten, hoe dat zover is kunnen komen, waar dat probleem is ontstaan. Ja, eeuwenlang was de rolverdeling zeer duidelijk, hè. De man ging uit werken en de lieve vrouw die bleef thuis en deed alles wat de man niet deed. Bijvoorbeeld hier de was persen, drogen, aardappelen schillen, de tafel afruimen, voor de kinderen zorgen die spelerwijs zorgen voor hun man later. En als er nog wat tijd overbleef, deed de vrouw oefeningen om er goed te blijven uitzien voor de man. Ja, en die man die weet dat het al eeuwenlang de gewoonte is om hem niet lastig te vallen met kleine details zoals het huishouden. Kleine beslissingen die lossen ze zelf wel op, want dat is hun gewoonte geweest om mij niet lastig te vallen, wat zij lastig vallen noemt. Met details, met kleine kibbelingen van de kinderen, met de huishouding in het algemeen. Zie je binnen die waardigheid, daar helpt het dan. In zekere zin wel. Ja, hij moet zich van de allerkleinste taken ook niks aantrekken. Poet jezelf je schoenen. Als er zusters zijn, dan vind ik niet, dan mogen die dat doen. Dat is eigenlijk een meisjeswerk. En dan doet deze uitvinding het tij keren, de elektrische wasmachine. Vrouwen hebben plots meer tijd voor zichzelf. Nog een nieuwe uitvinding maakt vrouwen baas over eigen buik. De ochtendstond heeft voortaan de pil in de mond. In 62 laat Vauk vrouwen kennis maken met de minirok. Ze mogen zich sexy voelen dankzij de nylonkous. Speciaal voor haar en met haar. De jaren 70 startte met een nieuwe traditie. Internationale Vrouwendag. Vlaamse vrouwen hebben voortaan hun eigen mening. Wij maken geen 7 of 8 kinderen om dan rustig van onze kindertoelagen te kunnen leven. In mannensectoren zoals het leger gaan nu ook vrouwen aan de slag, al is het nog een beetje zoeken naar een goed evenwicht. Omdat de vrouw uit huis is, moet de man plots inspringen in het huishouden. Geen berg te hoog, want in 1974 stijgt de eerste vrouwelijke Sabena-piloot op en ze grijpt de kans met beide handen. En de man die schrapt meer en meer uit zijn agenda om zijn nieuwe rol als mama goed te kunnen vervullen. In de jaren 80 zijn mannen zelfs op de werkvloer niet langer de enige baas. Hoe wordt een vrouw manager? Door hard te werken, zoals een man. De politie introduceert de vrouwelijke agent en Kind en Gezin introduceert de mannelijke verzorger. Wat spreek je daar zo in aan in dat beroep? Dat zijn meestal de kinderen. Begin jaren 90 beslist het parlement dat nu ook een vrouw de Belgische troon mag bestijgen. Ik dacht eerst dat het een misplaatste grap was. En dan tegen 1994 weet de man niet langer wie hij is of wat zijn rol is. Waar is de tijd, dames en heren, dat mannen en vrouwen in deze samenleving elk nog hun plaats kenden?
Ja. Jos, de man weet dus niet meer wie hij is in 1994. En jij had daar een oplossing voor. Ja. Ja. Wij hielpen die mannen om weer bij zichzelf te komen. Ja. Hoe deed je dat, Jos? Ja, mijn benadering was vooral lichaamsgericht. Dus dat fragment wat je zo net zag, met dat tegen elkaar aan duwen en wat grommen. Ja. Ja, dat bracht die mannen meer in een contact met hun eigen lichaam. En dat is wat ze kwijt waren? De man in zichzelf? Jawel. Ja. Ja. Laten we eens kijken, Jos, welke technieken je gebruikte om de man weer man te laten zijn. Als je een keer gaat grommen, dan komt dat beest in je weer wakker. Niet alleen die zachte, aardige man, maar je hebt ook een beest in je. Het helpt je om bij die basale energie te komen. En mannetjesleeuwen hoor je ook niet zeggen, miauw. Die brood. En dan bewijs je dat mannen niet langer over zich heen laten lopen. Goed, ik zie jullie kijken. Jullie kunnen misschien de middelen apart vinden, maar het doel was zeer nobel, hè, Jos? Ze waren een beetje de kluts kwijt. En door ze heel bazaal terug te brengen naar hun eigen kracht, dus middels die fysieke oefeningen, en dan om echt bij je kracht uit te komen, moet je ja, tot het gaatje gaan. Anders dan is het niet helemaal. Ja, dat is zo, ja, absoluut. Kortom, de man moet weer man zijn. Dat is wat je bedoelt. Ja. Ja. Maar, nee, niet zozeer de man moet weer man zijn. De man moet bij zijn eigen kracht komen. Nu, gelukkig liet jij de mannen weer schitteren op het grootste podium dat ze verdienen. Wat wij hier in 2 dagen bereiken is ongelooflijk. Mannen ja, die durven elkaar een keer aan te raken zonder dat er angst is voor homoseksuele gevoelens. Die man tegenover je. Die ondersteunt die andere man in zijn mannelijkheid. Dan trek je langzaam je rechterhand weer terug. Jos, het was heel nobel. We kunnen natuurlijk maar enkele fragmenten laten zien. Maar wie er behoefte aan heeft, kan op vrt.nu.be de integrale reportage nog eens herbekijken. Want het is nog steeds actueel, hè, Jos? En wat je dus ziet, die hand op dat geslacht, dat is, ja... enerzijds is het een erkenning van man zijn. En anderzijds is het ook zo van, ja, nou heb ik je wel daar te pakken waar je misschien het meest kwetsbaar bent. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is geen flauwekul. Dat kan alleen maar als er een bepaald vertrouwen is. Ja. Jos, ik wil je hartelijk danken om die mensen te helpen. Je was echt van algemeen nut. Merci. Ja. Voilà, en ja, misschien moeten we in afwachting tot wanneer man en vrouw weer elkaar teruggevonden hebben, is even de man in onszelf terug naar buiten laten, Robert. Misschien moeten we allemaal eens goed bazaal schreeuwen. Hè? Just. Ja? Gaan we dat doen? 3, 2, 1. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken in de zetel in het publiek voor jullie medewerking aan de opdracht van de openbare omroep. We gaan eruit met Kijk, 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 een tweedekker featuring DJ Yolo Tanker. Wij zien elkaar volgende week. Tot dan. Goedenavond. Kijkplezier en vooral echt rijplezier. De BMW X3. Dit was een terugblik. Maar hoe zit het met de toekomst? Bewustrabobank.be.
In het programma van Algemeen Nut...